Ja, en Luc van der Braak is voor de gelegenheid eventjes naast. Je kan hem aanraken. Ja, zeker. Je wil het niet, nou, maar het zou kunnen. Oh. Het zou kunnen. Ja, jongens, zeg je zomertijd barbecue, dan zeg je natuurlijk de tuin, het team van zomertijd, de hapjes, de drankjes. Maar je zegt ook al vanaf het prille begin, en daar zijn we trots op, DJ Gallagher, onze eigen Marco. Fijn dat je er weer bent. Ah, superleuk. En inderdaad, al vanaf begin af aan, ik heb er altijd bij mogen wezen. Nou, Sven had nog geen grijze haren en toen stond je er al. Dat is echt lang geleden, dat weet je zelf ook natuurlijk. Hey, hoe is het met jou? Want je hebt natuurlijk ook een lastige periode, denk ik. Hè? Andere zomer dan je gehoopt had, denk ik. Hoe fris ben je? Hoe staat het ervoor? Nou ja, ik ben heel positief ingesteld. Dus ik heb gewoon alle kansen aangegrepen om juist alles wat ik deed proberen te verbeteren eigenlijk. Zowel de studio als mijn mixdingen en zo. Ja, en hij had vandaag de kans op 17 september om op een festival te staan met 100.000 bezoekers. Maar hij zei nee. Nee. De zomertijd barbecue, de weekend dance mix. Wat ga je doen? Wat kunnen we verwachten? Ja, ik heb zelf ook een paar leuke remixjes gemaakt. Ik heb er weer een paar van de collega's geleend natuurlijk. Dus eigenlijk weer van alles door elkaar een beetje. Af en toe een beetje stevig, af en toe een beetje soft. Maar met name heel veel tropische beats zoals jullie gewend zijn van mij. Oké, nou maak je klaar zou ik zeggen. Zet de koptelefoon op. Oké, Radio 10 Tuin. Kom allemaal even dicht bij de DJ-boot staan. 10 minuten lang gaat hij gas geven. Mag ik het horen voor onze eigen DJ Gallagher? Zomertijd. Weekend. De Dance Mix.
down by the fire. Your bestie says you want parties, so can we make these flames go higher? Talking about hey now, hey now, hey now, hey now, I go, I go, I need. Talking more fina, I need. Talking more fina, I need. Saturday, Sunday. We'll be right back.
nu gaan we natuurlijk, komt het review-stuk, hè. We gaan zeggen van, joh, het heeft de verwachtingen ingelost of niet. Of joh, je bent een beetje uit vorm geraakt. Nee. Fantastisch, man. Ik was er wel een beetje bang voor. Ik zeg het eerlijk. Ik denk, anderhalf jaar niks meer gedaan. Ik denk, nou, wat jij vertelde van, joh, ik heb al eigenlijk al een tijdje niet achter die knoppen gestaan. Ik ben eens een beetje gaan oefenen, maar... En toen zat ik er nog wel eens naast, moet ik zeggen, hoor. Ik denk, hey, die strakheid is eraf. Maar volgens mij was hij redelijk strak nou, toch? Het was een 10. Ja, wij durven er wel een 10 voor te geven. Maar wij zijn ook lafaards, want je staat natuurlijk binnen handbereik. Dus dat de komende tijd. Loopt de agenda nog vol? Of kunnen mensen hier ergens gaan zien? Of kunnen mensen hier ergens boeken? Is misschien ook interessant, toch? Ja, het begint nu weer een beetje te komen, allemaal gelukkig. Dus langzaam begint het weer een beetje binnen te stromen. Ik heb volgende maand heb ik bijvoorbeeld een spiegeltentenfestival staan nog. En nog wat leuke festivals. Ik ben te boeken bij B-Base Music and Events. Natuurlijk, dus als mensen willen boeken, heel graag. Want er kan weer wat aankomen naar gaan. Er moet brood op de plank, mensen. En maken we vast de afspraak voor volgend jaar? Nou, heel graag. Mag ik hem weer erin zetten, ja? Mag ik hem nog